Dit is Ondernemen in Os, de podcast met vandaag toonaangevende ondernemers uit de regio. Ze vertellen over hun uitdagingen. Alleen maar opletten met wat je doet. Moet de onderneming wel passen. Ondernemerslessen. Niet lullen, maar poetsen. Want je koopt de vent en niet de tent. En absolute hoogte. Ja, uiteindelijk ging het 53 knopen. Dan zet deze op de kaart. En dieptepunten. In de bouwcrisis in 2008. Ging Selectmail failliet. Ja, dan moet je je doel bijstellen. Met als doel kennis delen en inspireren.